je map even pakken? Ja, die heeft die jas al. Ja. Gemaild met hier Monique, mijn trouwe rechterhand Monique. En ik ben zeer opgelucht en blij te horen dat het niet het geval is. Ik heb hier nog even mijn bril in zitten. Ja, en die moet ik wel bijna. Jelt komen zo naar boven, dus zitten ook even in de repetitie. Dus Mapke komt toch? Ja. Maar ze was toch ziek? Was ze ziek? Ja, ze was ziek. Nee, vast al niet meer, anders zou ze niet komen. Ze had keelpijn en zo. Nee, maar ze komt niet als ze de keelpijn had. Hi, Dave. Dag, Mapke. Leuk je te ontmoeten. Ja, nou, Mapke. Leuk je dat. Jongens, hoe oud ben je, Mapke? Wat denk je? 24. 31. 31. Ja, dat is een compliment. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja. Hoi, Kate. Hey, hoe is Mapke. Het met je? Hoe is het met jou, Mapke? Ja, maar mij gaat het heel goed. Ja? Ja. En heb je nog last van je keel? Nee, helemaal niet meer gelukkig. Ik voel me toch fit, dus ik dacht, moet ik wel wat gel op doen voor zekerheid? Ja, ik heb zelf gel. Ja, dat dacht ik wel. Heb jij gel of niet? Ik heb het wel opgedaan, maar ik dacht, misschien vind je het prettig als ik het nu ook even doe. Ja. Oh. Ja. En hoe vind je het om weer terug te zijn? Ik vind het geweldig. Ja? Ik vind het geweldig. Ik herken het weer. Je voelt je helemaal thuis, of niet? Ja. En ik verwacht zo dat mijn maaltijd komt. Ja. Geet je anders nou, dit is ontzettend lekker, hoor. Ik ben gast. Nee, wil ik niet. Ik wil geen kalfsvlees, Jan. Oh. En ik vind gamba's ook niet lekker. Ik vind kalfsvlees, dat vind ik echt zielig, want die willen allemaal kistkalven. Ik ga salade geitenkaas, begin ik. En dan neem ik hierna de Marokkaanse kippenstoof. Ja, dat kan je doen. Dat neem ik. De maaltijd komt. Ja, geitenkaas vooraf. Vooraf de salade met geitenkaas. Mm-hmm. En de hoofdgerecht de wildstoof. Lekker. Met frietjes. Ja, en dan het vers fruit na. En vers fruit na. Ja, dat hebben we allemaal goed opgenomen. Ja. Ja, je wordt als een koning behandeld hier, hè? Nou ja, als je als belangrijk gast bent. Dat is en dat, dat ik groot werk ga onthullen. Mm-hmm. Ja. Masterpiece. Ja. Maar ik zou nu graag, als ik nu ga eten, zou ik het fijn vinden om niet gefilmd worden, even alleen zijn. Ja. Ja, ik zal even schoon. Ja. Ik heb nog zo'n hoest weer. Dat is van de kruim. Ja. Ik vind het vervelend als het zo vlak naast me is. Nou, één stoel. Zal ik één stoeltje opschrijven? Kan jij rustig? Ja. Hoe is het met jou? Gaat heel goed hoor. Nou, heel fijn. Het gaat heel goed. Goed je weer te zien. Dat is mooi. Ja, ja. En als het gesprek klaar daar is, zie ik waarachtig Matthijs van Nieuwkerk. hij bestaat. Ja. Dag Matthijs. Goed je te zien. Ja, ik jou leuk. Ook. Leuk. Ik jou ook. Leuk u weer te zien. Ja. Zin in? Enorm. Tekening is af. Het is en ik heb tekst voor het einde van de aflevering. Oké, niet verklappen. Nee. Hou maar voor je. Zit in mijn hoofd. Ja, doe maar.
Ik zie jullie zo, hè? Eet smakelijk. Ja. Oh, alsjeblieft, als je niet ergens vlak naast me... Ja, daar is hij. Ja! Hi, Humberto, hallo. Geweldig! Dag, Humberto. Wat leuk om jou te zien. Ja, leuk om jou te zien. En sorry dat je stoor bij het eten. Ja, nou, geeft niks als... twee bekende Nederlanders elkaar ontmoeten, dan is dat een unieke kans. Dan is dat een code gewoon? Ja, dat is fantastisch, Humberto. Hé, hey, alles goed? Hallo, ja. Waar is Waar is die? Dag, Humberto. Kees, is het goed om jou weer te zien? Beste vriend, ja. Weer te zien. Wat goed, hoe gaat het met je? Het gaat heel behoorlijk met mij. En ja, ik heb natuurlijk ook wel eens dips gehad, ja, maar ik, ook, Kees. Ik heb gehad. Die hebben we allemaal. Ja. Ja. Maar ben je de dips ook weer te boven gekomen? Helemaal. En doe je dat dan helemaal zelf? Of heb je daar hulp bij nodig? Nou, af en toe heb ik dan nog mijn hulp bij nodig. Maar het is altijd wel heel moeilijk als je het allemaal zelf moet verwerken. Maar we komen er wel weer doorheen. Maar vandaag ben je volgens mij wel voor iets moois hier, toch? Daar kom ik voor iets moois. Is het af? Het is af. En? Bevalling? Geweldig. Ja? Oh. Dus je bedoelt de tekening? Ja. Oh, het is een verlossing. Het is een verlossing. Het is een verlossing. Het was het allermoeilijkste werk dat ik ooit heb gemaakt. Oh ja? Oh, het was een verlossing toen ik het werk af had. Ik denk, jeetje, heb ik dat gemaakt? Heb ik dat gemaakt? Oh, het... En ik was ook helemaal uitgeput. Ik was ook helemaal uitgeput, want ik heb zo klein, zo minutieus moeten werken. Ik heb nog nooit zo klein en minuscule lijntjes en details moeten aanbrengen. Alles zie je. En gewetensvraag misschien. Ik weet niet precies hoeveel stoeltjes er zijn in de arena. Heb je dan alle stoeltjes... is het een exacte weergave of is het een weergave zoals jij het ziet? Ik heb er een 97% exacte weergave van gemaakt. Want het was ontzettend moeilijk om in die stoeltjes het logo en de naam van de voetbalclub erin te zetten. Want dat was zoveel precisiewerk. Oh, van probeer het zo strak mogelijk dat goed zichtbaar is. Oh, ja. En het is me wonder wel gelukt. En er moet nog allemaal in kleuren, nuances. En dan heb je een heel groot stuk papier liggen, denk ik. En dan moet je die... Maar stel nou, ik weet niet of dat wel eens gebeurt. Stel nou dat je dan net misschien verkeerd tekent. Kan dat? Jazeker. Maar daar heb ik al lang wat op gevonden. Dan heb ik een speciale inktstuf. En dan stuf ik dat lijntje weg. Ah. En ik werk met plakkaatverf. En plakkaatverf is dekkend. Dan ga je over iedere lijntje heen en dan zie je wat je verkeerd hebt getekend, zie je niet meer terug en daarnaast helemaal correct en perfect. Wauw. Ja. Lig je er wel eens van wakker? Soms wel. Als ik er niet uitkom, als ik er tegenop zie, door een hele moeilijke fase te maken, dan heb ik soms als moeite in slaap te komen. Maar is het achter de rug, dan kan ik maar weer met een gerust hart slapen. Wauw. Het is wel fantastisch, hè? Is wel. Ik heb het nog niet gezien, hè? Nee, dus verrassing is juist leuk in de uitzending. Blijven. Ja. En ik heb een slotrede. Oh. Voor omtrent de crowdfunding. Oké. Okay. Ja. Dat ga je zelf doen. Dat ga je gewoon zelf. Dan moet ik eventjes. Dat gaat om de mensen op te roepen te helpen. Om die film de vervolgfilm mogelijk te maken. Zal ik daar een vraag over stellen? Dat jij daar gewoon daar antwoord op kan geven? Nou, waardoor het minder commercial lijkt. Ja, het moet een beetje precies. Ja, Kees, ik moet wel de mensen wel een beetje inlichten. De meest algemene informatie over die tweede documentaire. Over van waarom die tweede documentaire... Maar stel nou hè, dat ik jou vraag, maar Kees, we hebben één documentaire gezien. Ja. Komt er nog een tweede? Ja. En dan kan jij zeggen, nou, goeie vraag. Ja. Ja. Er komt misschien een tweede, afhankelijk van, dat kan jij nog veel beter worden dan ik, van het feit of er genoeg geld is. Precies. En dat is afhankelijk van het succes van de crowdfunding. Ja. Ja, inderdaad. Inderdaad. Zou je het willen, een tweede documentaire? Zou ik wel willen, ja. Ja? Ja. Waarom? Omdat er toch dat ik een tweede documentaire is natuurlijk zo. Dat, hoe wil ik de mensen toch een zo goed mogelijk beeld geven van hoe het is om als oudere autist verder door het leven te gaan. En
dat ik ook echt er van alles aan doe om het leven zo prettig mogelijk te maken. Dag. Miranda, leuk dat je er weer bent. Ja, ik zeker, ja. Ik vind het ook leuk als dat ik weer mag verschijnen in De Wereld Draait Door. Hartstikke leuk. Ja. Mag je hier gaan zitten? Ja. Ik ben Miranda, welkom. Ik ben Kees. Nou, kom binnen. Maar ik zie me liever mezelf niet in de spiegel. Nou, zullen we dan de stoel even omdraaien? Heel vind graag. Je dat fijn? Geweldig. Dat we dat zo doen? Ja. Ja? En ik hoorde al dat je een lekker toetje had gehad. Alles. Ik ben helemaal voldaan. Oh, helemaal goed. Nou, ik bereid me even voor. Straks aan mijn bezoek in de studio. Ja. En natuurlijk ook mijn tekst. Oké. Je moet natuurlijk wel een beetje kunnen onthouden en straks natuurlijk ook wel kunnen. Hoe zou ik het zeggen? Nou weet ik even het woord niet. Verwoorden. Verwoorden als ik straks dat ik daar aan het woord kom. Ja. Je moet natuurlijk wel een beetje een goede zinnen kunnen bedenken. Dat is zo. Dus je hebt liever dat ik niks zeg nu even, dat je even na kunt denken. Ja. Dat is goed. Ja? Ben je aan het nadenken over de tekst die je in de studio gaat zeggen? Ja. Mag ik vragen wat je een beetje in gedachten hebt? Want wij maken dus televisie voor de publieke omroep. En daarin mogen we geen reclame maken. Of commerciële reclame? Nee, maar ik bedoel dat je daar valt ook onder dat je niet mag oproepen om te doneren. Nee. Dus je mag wel bijvoorbeeld zeggen, ik vind het heel leuk als mensen, ik zou het heel fijn vinden als mensen Kees Vliegt Uit steunt. Ja. Maar je mag niet zeggen, doneer nu en ga naar deze website. Mag ik dan wel zeggen van, om een vervolg van het beste voor Kees, de documentaire Kees Vliegt Uit, mogelijk te maken, lijkt het me verstandig te doneren. Mag ik dat wel zeggen? Nee, want dat is wel een beetje oproepen, maar wat je wel zou kunnen zeggen, ik zou het heel fijn vinden als mensen dit project steunen, want anders kan het niet tot stand komen. Nee. En heel veel succes straks. Ja. Heel nog eventjes wachten. Ja. Ja, een beetje 5 minuutjes of zo. Maar ook geen leuke vrouwen bij jou in de buurt. Helemaal niet. Nee? Stijve massa. Oh, ja? Allemaal stijve harken. Dit is verschrikkelijk. Zo contactarm, gevoelsarm. Ja, maar ik denk dat het sowieso moeilijk is om de liefde te vinden, toch? Precies, dus dan moet je het eigenlijk ook een beetje proberen. Want iedereen is onzeker, die vrouwen ook, hè? Ja, maar je bent wel vermoeiend, Mapke. Oh, sorry. En ben je nog leuke mensen tegengekomen in Velp? Tuurlijk, uiteraard. En nog leuke vrouwen ook? Wat zou ik zeggen? Gelukkig heb ik een hele lieve nieuwe buurvrouw gekregen. Oh, ja. Dat is goed nieuws. Hele aardige. Oh, dus ik ben zo blij dat we die als buurvrouw hebben. Hele aardige, ja. Wat voor vrouw is dat? Wat voor vrouw? Een vrouw is een vrouw. Nee, ik bedoel meer hoe oud is ze, wat doet ze? Leeftijdgenoot voor mij ongeveer. Oh, ja. Leeftijdgeneratiegenoot. Heb je al geluk gehad met die leuke buren? Ja, dat zijn hele aardige en hele integere mensen. Maar maakt het dan ook dat je je nu wat gelukkiger voelt? Ja, het wordt dus vertrouwd. Het is niet meer die onzekerheid. En ik ben heel blij, heel gelukkig met die mensen. Ja, het klinkt een stuk positiever dan de vorige keer. Ja, het zou me ook niet verbazen als ik heel erg ongelukkig voel, dat ik dan bijvoorbeeld bij hun langs kan komen om hun hart te storten. Als het keer iets helemaal, als er echt voor een heleboel dingen geen uitweg meer zou zijn. Ik heb alle vertrouwen in die nieuwe mensen. Voorlopig blijf je wel in Velp. Ja, ik zou niet weten waar ik anders zou moeten. Ik vind het veel te gezellig. Ja, toch wel? Ja. De vorige keer zei je stijve harken. Nee, maar omdat nu die nieuwe buren zijn gekomen en mensen komen nu ook lossen. Als ik nou maar genoeg op televisie verschijn, dan komt iedereen, dan
krijg ik zodoende de mensen wel wat losser en makkelijker. Wat fijn. Nou, ik hoop dat vanavond weer zo'n positieve ervaring wordt. Ik hoop het zeker. Ik ga mijn best doen. Ja, ik zal eens heel even kijken hoe ver de uitzending is. Ja. Straks Kees Momma en documentairemaker Monique Nolte. Kees vliegt uit, moet in première gaan in de Johan Cruijff Arena. En daarom tekende Kees het stadion tot in de kleinste details na. We gaan ze erbij roepen en de tekening onthullen. Kees en Monique. Ga zitten, Kees. Ja. We zagen de aanloop. We zagen je in het stadion. We zagen je kijken. Je was overweldigd. We zagen je eindeloos peuteren, tekenen. En dit is het... Daar ligt het. Daar ligt het. Onthul het. Ja. Maak hem open. Zo. Wauw. Kijk eens even, Umberto. Zo. Het is ongelooflijk. Wow. Zo precies. Jeetje, Mina, Kees. Hoe lang heb je erover gedaan, Kees? 6,5 week. 6,5 week? Zo. Elk stoeltje staat erop? Voor 97% staat er elk stoeltje op, ja. Was je moe toen het klaar was? Ik was volslagen uitgeput. Ik kan niet anders zeggen. Je was moe, je kon niet meer. Ik was werkelijk doodop. Het was echt... Het was een verschrikkelijk werk. Het was het allermoeilijkste tekenwerk dat ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Maar het was wel een complete uitdaging. Mm-hmm. Vind je het goed als ik het vastpak, Kees? Ja. Heel voorzichtig. Maak geen vouwen, geen duimen. Heb je wel eens een voetbalwedstrijd gezien? In het verleden, jazeker. Jazeker. Kijk, ik ben er weliswaar geen intensief voetbalkijker. Maar ik heb twee... finales gezien in mijn leven die ik nooit meer vergeet. De WK-finale van 1974 in München. En de EK-finale in 1988. Toen Ruud Gullit en Marco van Basten fantastische doelpunten scoorden. Ja. Onvergetelijk. Ja, onvergetelijk. Heel Nederland was in een feestroes. Ik eigenlijk ook. Wat een opluchting. Het was fantastisch. Dat was zeker fantastisch. Die voel ik je hebt dit gemaakt. Ja. Maar ik zag vanmiddag, toen ik me weer in je verdiepte... Je hebt weer heel veel huizen in die tussentijd ook weer getekend, hè? Dat klopt. Heel veel mensen die een opdracht voor jou hebben zeggen... Kom, Kees, kom even. Ja, en, of even, dat zeg ik. Absoluut. Laten we even twee gewoon. Twee, dit is mijn laatste tekening. Ja, dat zijn mensen die bellen jou op en zeggen... Kees, zou je mijn huis willen tekenen? Ja. Ja. Maar inderdaad, via Facebook komen ook opdrachten binnen... van via van mensen die al een tekening hebben laten maken. Die hebben dan kennis en die zien dat ook. En die willen daar dan ook een tekening. Stel dat Matthijs een portret van zichzelf zou willen. Zou je dat ook doen? Nee, want ik kan geen mensen tekenen. Kees? De laatste keer dat je bij ons was, Kees, dat is ook meteen de laatste vraag. Toen zei je, nou, een beetje gezelschap in mijn leven. Ja, ik merk dat ik nog iets te weinig genegenheid en meeleven ervaar. Ja, je zoekt het wel. Ik zoek het wel, ik hoopte het eigenlijk. Maar ik wil natuurlijk nog meer mensen met wie ik goede, een hartelijke, lieve, jonge... vrouw bijvoorbeeld, of meerdere lieve jonge vrouwen. Oh, hey. Ja. Hey. Ja. Oké. Okay. Maar... Je weet dat Tinder is, hè, bijvoorbeeld. Ja. Is dat inmiddels een beetje geregeld? Of heb je het meer naar je zin? Het wisselt. Ik heb wel gelukkig aardige buren gekregen. Hmm. En daar ben ik heel blij mee. Heel blij mee, want die... Ik merk dat het hele aardige en meelevende mensen zijn. Ik begrijp het. Dank jullie wel. Ja. Mooi om je te zien, Kees. Tot zover. Tot morgen. Ik heb bijna niks gezegd. Jawel. Ja? Ik denk dat het heel goed gegaan is.
Ik had, ja, ik had toch een hele tekst. Ja, nou ja. Ik had eigenlijk een slagzin willen zeggen, maar daar kwam ik niet meer aan toe. Zo gaat dat vaak, Kees. Ik heb moeten luisteren naar de vragen die Matthijs en Humberto stelden. En ja, ik had eigenlijk nog een hele mooie slagzin. Ja. Mag ik een foto maken? Ja. Ja, fijn man. Ja. Ben je tevreden? Nou, het had iets beter gekund. Ik had nog wat dingen willen zeggen, maar ik heb ze nu maar bij Monique gezegd. Waar wil je ons hebben, Kees? Ik moet even presenteren voor de camera. Ja, ja, ik moet even. Er moet wordt even een statieportret van mij genomen. Ik wacht er. Wat een schitterende tekening. Ja, dit is een mirakel, vind ik. Ja. Een mirakel. Nou, dat vind ik zelf ook, want ik heb een topprestatie voor in mijn leven moeten leveren. Het is gewoon het absolute levenswerk. Ja. En ik vond het zelf ook, toen ik het resultaat bekeek, jee, heb ik dat gemaakt, heb ik dat gemaakt. Dat witte de ding weg. De envelop moet eventjes daarachter. Uit beeld, precies. En ik moet hem zo houden. Maar ik denk dat je, als je dit met een groot glas bekijkt, dat je nog preciezer ziet wat je gedaan hebt. Ja, zeker. Dat is zo minutieus. Ja. Ja. Het is echt. Maar je had ook een vergrote bril op of zoiets, hè? Ja. Ik had een speciale vergrootbril. Ja, precies. Een met een klemband, klittenband wordt dat bij elkaar gehouden. Ja. Als je dit dan zie je. Ja, maar ja, oké. Okay. En er zit een vergrootglas in. Ja. 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 Dat is echt. Ik heb zo moeten priegelen, ongelooflijk. Ja. Het is niet normaal. Ja, we zullen eens kijken. Maar het heeft het idee dat het voorbij gevlogen is. Het vliegt altijd voorbij. Oh, ik heb het idee dat ik maar heel kort aan het woord ben geweest. Is het iets wat je echt per se nog had willen vertellen dan? Ik zeg altijd tegen bij mezelf, want ik heb een motto van: wees jezelf, koester je gaven, gebruik deze en creëer. Mm-hmm. Wauw. Nou. Ja. Wees jezelf. Koester je gaven, gebruik deze en creëer. Ja, ja. Wees jezelf en koester je gaven. Gebruik deze. En wat voor gaven het ook mogen zijn. En dan moet je deze gebruiken en creëer. Maak er iets moois van. Nou, fijn dat het nu toch. Mag ik jouw boodschap niet verspreiden, Kees? Want ik vind dat een mooie boodschap. Ik zou het maar zeker doen, want ik heb het niet voor de camera. Voor maar in de zal studio. Ik het opnemen en dan verspreiden in mijn netwerk? Heel graag. Oké, wacht even. Dan moet je, heel graag. Ik vind het wel echt een mooie. Ik vind het een hele mooie. Ik vind het een hele mooie. De afterparty noemen we het. Ja, ga naar www.nieuwpunt. Oké, Kees. Ja, daar gaat hij. Ik heb een motto en ik zeg altijd: wees jezelf. Koester je gaven, gebruik deze en creëer. Ja. Dit gaat naar hoeveel mensen? Humberto? Op Twitter 900.000. Ja, ik moet zelf rijden, maar ik kom wel. Kijk, goeie reis. Ja, even kijken, dat is deze. Tot ziens. Ja. Ik ben best wel moe, maar het heeft allemaal een beetje rustig verloop gekend. Het was eigenlijk een vrij gezapig. Was het voor jou ook weer een hoogtepunt? Ja, iets minder dan de vorige keer, ja. Toen was het zo kort. Maar ik heb het idee dat het nu ook helemaal niet lang was. Het was ook zo snel voorbij van, hé, is dit alles? Ik had nog hoop dat ze een paar vragen aan mij zouden stellen, maar er viel niks meer te vragen. Kees vraagt een hele uitzending. Ja. In plaats van 10 minuten of een kwartiertje. Maar er moet wel iets heel groots gebeuren. Kees gaat er nu in. Ja. Zo, ja, wil nog meer. Maar we hebben al uitgebreid afscheid genomen. Ja.